Ik neem jullie mee in het hoofd van deze prachtige vogel, de Europese nachtzwaluw. Beeld je in. De avond valt, je wordt wakker ergens in een heidegebied in de Kempen en je denkt, het is tijd om op trek te gaan. Je kijkt al uit naar je favoriete wegrestaurant, een mooi natuurgebied in de buurt van Benidorm bijvoorbeeld. Maar eens je daar aankomt, blijkt er toch wel geen appartementsblok met Vlaamse gepensioneerden te staan, zeker? Hoe gaan trekvogels zoals de nachtzwaluw daar dan mee om? Dat heb ik onderzocht. We hebben nachtzwaluw gevangen en uitgerust met dit zendertje op hun rug. Hiermee kon ik achterhalen waar ze het hele jaar uithangen en wat ze daar precies doen. En wat bleek? Dat het koppige beesten zijn. Hun trekroute aanpassen, wanneer hun wegrestaurants verdwijnen, doen ze niet. Gelukkig slagen ze er wel in om op hun manier flexibel te zijn. Wanneer ze trekken door gebieden zoals de Sahara-woestijn, gaan ze zich gedragen als sprinters. Ze vliegen hoog en snel om hier zo weinig mogelijk tijd te verliezen. In andere gebieden gaan ze zich gedragen als hikers. Ze blijven doortrekken, maar doen dat op een rustig tempo om nog een graantje mee te pikken van het voedsel dat hier beschikbaar is. Door op deze manier af te wisselen tussen sprinten en hiken, slagen ze erin om genoeg voedsel te vinden en stand te houden. Zelfs wanneer hun wegrestaurants veranderen in appartementsblokken.